Ik heb nooit iets anders gedaan dan tapijten geweven. En ik was 14 jaar en half, ja, je moet mee komen. En ik liet me overhalen en neem me wel niet gespeden. Dus ook 14 jaar en half ging ik onder de fabriek. Kijk, naast mijn getouw stonden en de inslag brak. Ik kende mijn getouw zodanig, ik hoorde dat. Maar ja, allee, je bent aan het weven en die inslag wordt iedere keer aangedrukt. Boom, boom, boom. Maar als die inslag gebroken is, dat stuk blijft opwenden. En buur, oei, een bonk niet meer. Of een bonk niet veel meer. Ik hoorde dat ik mijn inslag heb gebroken. En ik liep en stierde stil. Ah ja. Maar als hij er zoet alleen niet horen, dat had dan heel werk voor weer alles. De vermogen, hè? Ja. Je moet maar niet getouwen, maar dat je probleem mee hebt. Maar het staat er dan nog twee te draaien, niet dat je moet meepakken. Als ik begon te beven, had hij één getouwen. Ja. Dat komt om, ja, zolang of dat met de skidspoelen was, had hij één getouwen. Nou, maar dan is dat om veranderen, dat al een keer met die flessen moest te werken. Ah ja, pak dan maar een ding er nog een keer bij, hè. En toen er drie, ja. Ik weet niet hoe dat nu, ja, maar ben er aan. Ik had 3-4 meter, hè. Dat zijn grote machines, hè. En ze zetten er toen al achter om een bobijn te mogen, voor bobijn te mogen, voor je bereken. Dan kwam het ons een meisje, dan ze, hey, weet je dat, hey, voor bobijn te mogen, ging ik nog deels een keer gaan kijken. Allee. En om zo'n keer te horen stond, nee, aan het bos passeerde, hey, deed alsof dat ik niet zie. Nou, oh, je wordt er echt niet kwaad voor, we mogen er geen misbruik van, allee, maar dat gebeurde dan een keer, ja. Te horen stond, nee. Allee, dat is later toen mijn vrouw geworden, hè.